Het is inderdaad een pittig lange reis. Pittig. Ja, die walvis. Is niet zomaar een walvis. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Etholdier. En vandaag ben ik hier terug met Settlecraft, maar niet zomaar Settlecraft. De Herobrine Quest, want wij vier gaan op zoek naar Herobrine, jongens. Dat is de bedoeling, heb ik gehoord. Ik heb geruchten gehoord over Herobrine. En ik heb ook gezien dat iemand een bericht voor ons achter heeft gelaten, jongens. Dus we zijn helemaal klaar voor. We hebben echt super sterke keer. En we gaan dus nu de eerste quest in ontvangst nemen. En wie kan dat beter vertellen, hè, wat de quest is, dan Alice de Bison. Alice de Bison. Die hier zo hangt. Dat is natuurlijk de questgiver. Oh, Jesus. Oh, dammit. Dammit! Thomas? OpenGL, even een paar seconden. Oh, ja. OpenGL. Nvidia strikes again. Ja. Kijk, en Emiel zorgt voor de jungle diertjes. Maar ondertussen tijd, tot Thomas terug is, ga ik eventjes de quest voorlezen, jongens. Dus dan weten we wat er aan de hand is hier in Settlecraft. Oké. Okay. Beste Etholdier, een hele tijd hebben jullie in vrede hier in gang kunnen gaan, maar daar komt nu verandering in. Er is namelijk een groot gevaar gearriveerd in Settlecraft. Niemand minder dan Herobrine is gezien. Herobrine is een vijand sterker dan welke ooit in de Minecraft-wereld. Aan ons dus de taak om hem te stoppen. Waar hij zich op dit moment bevindt is niet bekend, maar de meteor hier in de buurt kan daar iets mee te maken hebben. Want ja, jullie lagen waarschijnlijk te slapen, maar er is een meteor ingeslagen hier vlakbij en dat was in het westen. En dat is die kant op. Dus vandaag gaan wij op zoek naar de meteor. En zodra we de meteor zien, is deze aflevering voorbij. Dus ik weet niet hoe lang het is. Volgens mij, Emiel, is dat ook dezelfde kant op als onze Duitse kastelen. Dus daar kunnen we ook nog even langs. Oeh, ja. En dit is trouwens ook de eerste Settlecraft video, zowat, dat ik een helm op heb in plaats van een vlag, want dat kan niet, helaas nu. Helaas, mijn vlaggetje kan niet. Maar een meteor, ja, dat is een meteor ingeschakeld. Waarschijnlijk is dat ook de oorzaak van Herobrine in deze wereld. Maar ja, we gaan het zien. We moeten dus eerst de jungle trotseren, want dat is ook best wel een gedoe. In the jungle, the mighty jungle. Oké, maar probeer in ieder geval te zorgen dat we elkaar een beetje zien. Oh! Ik had een katje. Oh. Ja, hij is nog. Ik ga te veel met Laura om, merk ik nu. Is dat slecht? Nee, maar als ik Expeditie Blokkiesong ging editen, vooral de eerste paar afleveringen, dan had je zeg maar iedereen, ja oké, okay, ik ga dat verzamelen. En dan had je Laura elke keer, oh, een katje! Ja, dat vond ik altijd leuk. Ja. Ja, ik moet zeggen, als ik straks Herobrine heb verslagen, dan ben ik wel tijd aan vakantie en nooit geen jungle meer. Geen jungle meer. Alsjeblieft, geen jungle meer. Oké, maar Emiel die is al best ver, jongens. Ja. Woep! Oké, ik heb het ook gehaald tot Emiel. Ik hoop dat de rest... Oh ja, de rest is er ook nog. Ja, dat is goed. Oké. En Thomas is gone. Nog een verdere update gedaan dan wat ik heb gedaan. Oh! Oh, dat maakt niet uit, want het is niet echt heel belangrijk om boven op de bomen te lopen ofzo. Het is gewoon belangrijk dat wij die meteor vinden en vinden wat daar aan de hand is. Precies. Dat is vandaag de bedoeling. Okay, wat zoek je? Dus. Oké, okay, ja, we blijven in principe ook gewoon naar het westen lopen. Dus het is ook niet heel lastig om ons te volgen. Nee, weet ik. Want het is... We moeten gewoon vinden waar die meteor is ingeslagen. Nou ja, dat zien we als goed is snel genoeg. Maar waar precies het is, dat weet ik ook niet. Oké, ik zie hier een open stukje. Dat is looptot chiller. Slash, als je depthstrider hebt wel dan tenminste. Ja.
Als. De epische quest met een music en daar is de reis. Daar is de reis. Oh, daar zie ik Laura. Wat? Emiel. Jeet! Hex! Misschien gaat hij straks heel erg balen dat hij zijn enderpearl zo heeft verspeeld als die... Ik heb er nog 5. Oké. Okay. Het kan best handig zijn namelijk bij sommige... Daarom dacht ik dat ik ze meenam. ...dingen. Want stel dat wij in gevaar komen, dan kun jij gewoon... Nope! I'm out! Oké, ik moet zeggen jongens... Ik ben blij dat ik nooit echt ver in de jungle ben gaan wonen, maar gewoon echt letterlijk naast mijn portal zo van... Oké, hier. Nu blijf ik hier. Cool. Yeah. Run. Kijk, want sommige stukjes gaan wel, weet je wel. Dan heb je wat meer plek tussen de bomen. En maar sommige andere dingen, dan denk je van, oh my god. Oké, ik ben nu bij een soort... Stuk water? Ja, biertje. Gewoon door blijven gaan naar het westen, zijn wij. Ja, maar nog een teken muur aanpakken. Oh, Jesus. Ik hoop dat je bij je, ja waarschijnlijk, zolang je maar richting het westen blijft lopen, dan kom je uiteindelijk wel weer bij ons, denk ik. Ja, anders moeten wij zo meteen eventjes opnieuw groeperen. Misschien is dat ook niet nog verkeerd. Water. Ik ga even op de berg. Hoi Barry de Berg. Barry is hier. Ik zie Emiel ook al niet meer namelijk. Oh jawel, je bent hier, hallo. Ik ga. Oké, zullen we heel even wachten op de rest? Ja, doen we. Want... Ik heb geen flauw idee of ze er al bijna zijn. Ik denk het wel, want ik zie water. Oké, wij zijn weer bij water inderdaad. Ik zit ergens boven. Oké, Laura is vlakbij ons. Thomas is weer gecrashed. Ja. Hartstikke tof. Laura weer. Wow, Laura, je hebt veel beter dan mij. Of, I don't know what, nee, maar je bent veel sneller. Nee, ik beter dan... Vliegen. Vliegen? Hey. Hey. Noem je me nou een hacker? Ja. Nou. Dat is heel benadig. Ja. Dat vind ik niet lief hoor. Oké, je moet onze inhaalslag halen. Ja, maar ik heb helemaal niks op armor qua rennen of zo. Nee, qua rennen zit er ook niks op armor. Oh, jezus. Ik dacht echt dat dit dezelfde kant op was als onze gaaf aflevering, maar misschien was dat iets meer opzij naar rechts of links of zo, weet je wel, dan kom ik het ook niet meer tegen. Hallo. Woehoe! Eén hartje. Eraf. Ik wou net zeggen, wat? Eén hartje. Eraf. Ja, Laura en ik hebben allebei goede verdervalling, dus... Dan kan je overal van aftonderen. Wat in mijn geval best wel handig is, want ik ben best onhandig in Minecraft. En ik spring graag van dingen af. Oh, het wordt wel donker, dus het wordt wel gevaarlijk in de jungle. Oeh. In de jungle. The mighty jungle. Ha! Ik zie een schaap! Oh nee, dat is niet gevaarlijk. Alleen, ja, de gratis video erachter loopt. Wow, dit is een grijze creeper. Een grijze creeper? Ja, dat ligt aan mijn texture pack, niet aan iets speciaals. Ja, maar dat vind ik altijd zo grappig. Dan lijkt het net alsof het allemaal speciale dingen zijn. Dan heb je ook zombies in onderbroekjes en zombies zonder hoofdjes, zulke dingen. Oké, het is in ieder geval flink donker aan het worden. Oh, ik zie alles nog gewoon. Ik bedoel gewoon dat inhalen. Wat is dit, jongens? Ja, ik kwam dus een creeper tegen die grijs was. Hier, ik ga deze berg opklimmen. Hi. Ik begin hier eng te vinden, jongens. Het is allemaal zombies en... Ja, dit is de eerste zombie die jij ooit hebt vermoord, volgens de chat. Ja. Ik ben naar beneden gedonderd. Oh, ik hoor een zombie. Oh. Oh, gossie. Meneer Kip, succes man. Hang in there, Piet. Jongens, als ik ooit shirtjes zou laten maken, hè, dan zou ik sowieso een shirt met Rip Piet erop moeten hebben. Dat vind ik gewoon cool. Ik ben hier
ben niet bij een soort riviertje. Ja, je loopt gewoon een gigantisch achter, man. Je bent de zwakste schakel, sorry. Als Herobrine komt, dan pakt hij jou als eerste. Ja. Nee, juist niet, want dit is Thomas er nog niet. Nou ja, nee, want misschien zit Herobrine stiekem wel gewoon acht... Oh, dammit, ik heb geen blokjes. Ik ook niet. Oh, ik kan hem even, dat weet ik, kan ik niet. En ik heb ook mijn pickaxe en alles niet meegenomen. What the fucking dom ben ik. Ik heb alleen een zwaard en mijn boog bij. Ik heb een pickaxe bij, hoor. Je kan er heel makkelijker doorheen, hè, jongens? Ja, ik ben boven. Oh, okay. Niet. Aha! Ik heb mouse lag, dat is echt niet zo. Dat ding aan, als ik kijk wat helpt. Maar, ik ben helaas de zwakste schakel. Thomas is niet gemaakt voor dit jungle survival weer. Oh my god, een lava poedel! Dat is niet een meteor, helaas. Lava poedel? Ja, puddel. Het is een lava hond. Een lava hond? Nee, ik bedoel de poedel. Als in een. Een plas. Een plas, water. Maar dan lava. Lava pas. Oké, you get what I mean! Ja, dat wist ik meteen al. Ik moest gewoon een droge opmerking maken over een lavapoedel. Dat zou best wel een goede toevoeging zijn voor Minecraft. Dat is gewoon het ding dat ze nodig hebben. Een lavapoedel. Lavapoedel. Yep. En een candy bar. Hallo. Waar zijn we? Ik heb echt het idee dat ik achterloop nu. Ja. Nee! Nee! Herobrine heeft Thomas al! En nu pakt hij mij! Wacht, wat? Het is een horrorfilm. Degene die achterblijft, die wordt kuit vermoord. Zo meteen valt Thomas opeens weg van Teamspeak of zo, weet je wel. En dan is hij van, nee! Oh nee, ik zie de rest nog. Oh, ik ga weg nu. Ja. Grappig. Oké, ik zie ze. Daar. Nou. Doei. Ah, daar is zo van, fuck jou. Ieder voor zich. Ja, ik weet nog steeds niet wat de beste tactiek is bij horrorfilms. Is dat niet iedereen? Dat is met iemand die langzamer en dommer is dan jij meegaan. En als je dan iemand tegenkomt, dan kan je die persoon ditchen en je eigen leven redden. Ja, meestal is er ook eens zo'n slim iemand die dan doodgaat, die ervoor zorgt dat anderen blijven leven, omdat die dan helemaal heldachtig is. Ja, maar dat is dus. Dus je moet nooit de held willen zijn. Je moet gewoon zo van, fuck iedereen, ik moet overleven. Rennen voor je zak geld. Ja. Oh, flinke reis trouwens. Ja, het is een flinke avontuur. Ah! Ik had ook verwacht dat de meteor dichtbij was, maar ik heb echt letterlijk waar geen idee hoe dicht of hoe ver de meteor is. Ik weet alleen dat die ergens in het westen is gevallen. De wereld is in ieder geval opgeslagen. Ja, dat is heel handig. Want dan kunnen we gewoon snel resetten als Herobrine ons rekt. Thomas, je bent er nog wel, maar jij loopt waarschijnlijk gewoon 5 chunks achter ofzo. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben er nog wel. Dus 500 chunks en I would walk. Ik zit nu vlakbij Emil, dus ik ben niet meer de laatste. Ja, maar jij bent uitgeschakeld straks door Herobrine, dat sowieso. Ja. Huh. Meteen is dat gewoon Thomas een redding, net voordat hij dood wordt geslagen. Plunk, open jail arrow. Yep. Het konijntje! Dat heet PvP, doe ik. Ja, dan komt Herobrine opeens uit je PC en dan zo van... Mooi niet, kun je niet uitkomen, zegt hij dan. Anti-combat log. Het is inderdaad een pittig lange reis. Pittig. Ja. Yeah. Ik ga te veel met Codavo, merk ik nu, want ik zei pittig. Pittig. Jeroen zegt inderdaad ook altijd. Jeroen zegt pittig, altijd pittig. Pittig. Oh no, it's starting to get me. Ik ben pittig beroemd, bijvoorbeeld, in een van de laatste video's. Ik
kreeg ik niet eens credits voor dat ik in die video meedeed. Vind ik wel slecht hoor. Dat is echt zo'n grote... De helft van de tijd was ik zijn camera, man. Ja, vind ik wel slecht hoor. Je merkt wel, zo'n grote arrogante YouTuber. Ik bedoel, dat te beroemd. En dat stukje waar ik Winston tegenkom voor het eerst, staat er ook niet in. Oh. Toen was ik ook helemaal aan het filmen. Dat is echt droog. Oh, en nu net. Dat is echt grappig, want Jeroen liep dus echt gewoon random op een groepje mensen af. Om weer dat ik ben pittig beroemd te doen van, hey, wie, weet jij wie ik ben? En opeens zie ik Winston daar staan en ik denk van, hey, what the fuck? Toen begonnen we te schreeuwen naar elkaar, hey, wat is dit? Hi! Hi! Een andere Bayon. Oh, my god, ben je er? Ja, ik weet het niet, ik zie een player... Een... Wacht even op de rand van bergen. De Bayon. Wow, ik zie een gat in een berg. Dat lijkt niet op een meteor. Waar de fuck zijn wij? I don't know. Nou, ik weet wel dat het bij de grens van de jungle moet zijn. Dus we moeten hier ergens de meteor vinden. Ik denk niet links, want dat ziet er te gevaarlijk uit. Dus ik ga eventjes een stukje rechts kijken. Een meteor die met Herobrine te maken heeft. En dan denk je van, oh, links ziet er te gevaarlijk uit? Ja, Emiel, ik zeg, links ziet er te gevaarlijk uit. Ik weet ook niet waarom. Hé, hey, kijk nu, ik zie vuur. Ik denk dat ik de meteor gevonden heb. Oh, wauw, wat ben je een goede detective, Jurgen. Ja, 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 ja. Nee. Dus naar rechts? Nee, niet naar rechts. Je moet eerst de jungle uit. Ja, dat ben ik. Ja, dan moet je naar rechts een beetje en dan kom je als het goed is bij ons. Wij staan hier op een boompje. Want we gaan niet naar de meteor toe, jongens. Dat doen we... Dat is de volgende aflevering. Dus, hopelijk vond jij het een leuke aflevering. Dat ding daar zo is dus waar wij volgende keer naartoe moeten. Ja, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Volgende week zijn we dus terug met een nieuwe aflevering van de Herobrine Quest. Daar komt een ontploffende Laura aan. En tot de volgende keer. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thuldi. En vandaag ben ik terug met een nieuwe video van Project Middle-earth. En vandaag is het niet een survival aflevering, jongens. Nee, vandaag ben ik hier met een showcase van het eerste... Ja, ik weet niet precies wat je het moet noemen. Er kunnen events plaatsvinden, maar dat hoeft niet per se. We gaan gewoon eens een kijkje nemen vandaag, want ik ben hier in een heel ander landschap dan jullie normaal zijn gewend. Normaal zitten we natuurlijk altijd in Mirkwood, maar vandaag zijn wij in Bree.